ja, dat is eigenlijk ook een tip voor mensen die ook zoiets doen. Als je op een gegeven moment tekent, probeer er dan in mee te nemen dat je dus die passeerdatum zo ver mogelijk opschuift. Ja. Om je plan voor te bereiden. En dat zijn natuurlijk maanden die je heel nuttig kunt besteden zonder dat je nog hypotheekkosten hoeft te betalen en dergelijke. Hoe split je succesvol een woning in Amsterdam? En waar liggen de kansen op de Nederlandse huizenmarkt in 2024? Dat en meer ga ik vandaag bespreken met onze gast, Jacco Komijn. Hij is een ondernemer, ICT-ondernemer en vastgoedbelegger. Jacco, van harte welkom in de podcast van de Real Estate Masterclass. Dankjewel. Nou Jacco, top dat je de tijd hebt genomen om bij ons op kantoor te komen om jouw vastgoedproject in Amsterdam te bespreken. Nou, voor veel mensen die ons volgen ben je een bekende, want je hebt al 2 keer jouw eigen project in Amsterdam toegelicht met een video. Maar voordat we die situatie gaan beschrijven, wil ik graag dat je even introduceert voor de mensen die ons wellicht voor het eerst volgen nu. Oké, mijn naam is Jacco Komijn en ik kom uit Hoorn en ik werk in de ICT. En ik werk vooral met zakelijke klanten en daarnaast was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging om daarnaast te doen iets voor vermogensopbouw in de toekomst. En toen ben ik sinds 1,5 jaar begonnen met investeren in vastgoed. Ja, ja, want jij bent dus een ICT-ondernemer. Je hebt je eigen bedrijf. En dan vind ik het, ja, je praat over vermogensopbouw. Waarom heb je gekozen voor vastgoed in deze tijd, waarin er heel veel regelgeving verandert, belastingdruk verandert? Er zijn ook andere manieren om je vermogen op te bouwen. Waarom juist vastgoed? Ja, er zijn inderdaad andere mogelijkheden. Ik heb natuurlijk als ICT'er, ICT'ers vinden crypto interessant. Dus dat heb ik in het verleden ook gedaan. Op een gegeven moment ging dat zo alle kanten op. Dat het bijna gokken werd. Dat is het moment geweest dat ik eruit ben gestapt. En toen met ben winst? Ja, dat wel, ja. Maar op een gegeven moment ging het alle kanten op. Dus dat gaf zoveel stress. En het was inderdaad gewoon niet meer reëel. Daar kon je niks meer aan vastknopen voor de toekomst. Toen ben ik op zoek gegaan naar iets anders. En vastgoed zat natuurlijk altijd wel in mijn achterhoofd. Omdat ik net zoals andere mensen wel geloof op lange termijn dat vastgoed altijd een waardevermeerdering zal hebben. Alleen ik moest nog een keuze maken met wat voor soort project ik aan de slag wilde gaan. En je zegt inderdaad terecht van regelgeving ging veranderen. Dat loopt natuurlijk al een aantal jaar. Ja. Overdrachtsbelasting omhoog, zelfbewoningsplicht, noem maar op. Allerlei regels die al jarenlang lopen. En dat is ook de reden dat ik gezocht heb naar een mogelijkheid om wel toegevoegde waarde te kunnen geven. En ja, toen ben ik uitgekomen op dat splitsen en transformeren. Ja. Ja, meteen een sprong in het diepe. Want je had ook ervoor kunnen kiezen om eerst met bijvoorbeeld een buy-to-let, kant-en-klare woning te kopen en die te verhuren. Of een woning, een opknapper te kopen en die te verhuren. Maar je bent meteen in het diepe gesprongen met splitsen en transformeren. En wat is daar de reden achter? Nou ja, precies wat je zegt. Die andere dingen heb ik ook overwogen. In eerste instantie was het inderdaad een fix-en-flip plan wat ik had. Alleen, ja, als je die dingen naast elkaar legt, dan is splitsen en transformeren wel het project waarmee je het meest toegevoegde waarde kunt creëren. En waar je dus ook het meeste rendement mee kunt halen. Ja, en mensen die het nu zo horen denken van ja, tuurlijk, dat is ook zo. Maar er zijn ook natuurlijk bepaalde risico's, zoals een verbouwing, een vergunning. Hoe ben je daarmee omgegaan en waarom heb je ondanks die risico's toch ervoor gekozen? Ja, ik heb natuurlijk mijn research moeten doen. Dus dat is niet iets wat ik in 1 dag heb besloten. Dus ik heb vooraf wel degelijk al die stappen al geprobeerd op een rijtje te zetten. Ik kwam uiteindelijk wel op iets van 30 stappen die je nodig hebt vanaf het plan tot de oplevering van je pand. En al die dingen heb ik van tevoren zitten bekijken en hoe ga je ermee om en wat zijn die risico's en wat en wie heb ik daarvoor nodig om die stap succesvol af te kunnen ronden. Ja, en dat wat en wie, hoe ben je daar uiteindelijk bij de juiste personen gekomen? Daar ben ik inderdaad ook lang mee bezig geweest om rond te kijken. En ik denk dat net als ik, net andere mensen die daarmee willen starten, een probleem ermee hebben dat ze niet de juiste mensen kennen. Tenminste, dat had ik zelf heel erg. Ik ben heel erg aan het zoeken geweest in mijn eigen netwerk naar mensen die iets met vastgoed deden of iets van kennis hadden. En sommige mensen hadden wel iets van kennis, konden wel met een aantal stappen helpen. Maar er was eigenlijk niemand in mijn eigen netwerk die dat hele traject vanaf plan tot oplevering voor een splitsingsproject in zijn hoofd had of mij daarin kon adviseren. Ja, en uiteindelijk kom je dan terecht bij bijvoorbeeld Real Estate Masterclass, die daar wel een begeleiding in kunnen geven voor je. Want ja, kijk, al die stappen
zijn te doen, moet ik zeggen. Het is niet iets dat je waar je universitaire opleiding voor moet gaan volgen of zo. Alleen ja, je moet het wel weten. Kijk, en dat is wat vaker wordt gezegd binnen dat vastgoed. Om het jezelf makkelijk te maken en om je risico te verkleinen, is het makkelijkste om iets te doen wat een ander al een keer heeft gedaan. Kijk, al die stappen van dat splitsen zijn natuurlijk door andere vastgoedinvesteerders al gedaan. Dus het makkelijkste is om inderdaad een bestaand plan en een bestaande oplossing te volgen. Alleen ja, dan moet je dus wel iemand hebben die dat met je wil delen. Ja, zeker. Kijk, splitsen is zo oud als de weg naar Rome. Wij hebben het ook niet zelf bedacht. Ik heb het niet bedacht. Het bestaat al heel lang, vooral in Amsterdam. Dat is ook iets wat jij zegt. Jij komt uit Horen. Je had nog niet het netwerk beschikbaar om mensen die jou daarbij kunnen helpen om woningen te splitsen en woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Nou, wij zijn dankbaar dat wij jou hebben mogen bijstaan. Uiteindelijk heb je het natuurlijk zelf gedaan. Maar je bent wel in het netwerk terechtgekomen om dus een project te treffen, om die te gaan splitsen. Maar hoe ben je aan het Amsterdamse netwerk gekomen? Want je komt zelf uit Hoorn. Waarom juist Amsterdam en bijvoorbeeld niet in Hoorn? Ja, ook dat heb ik van tevoren bekeken. Alleen, kijk, een splitsingsproject is voor een groot deel natuurlijk je bouwkosten. En die bouwkosten die zijn zowel in Hoorn als in Amsterdam gelijk. Die aannemer die gaat niet voor een ander tarief werken of zo. Maar omdat in Amsterdam die vierkante meterprijs natuurlijk zo gigantisch hoog is ten opzichte van Hoorn, kun je dus met een verbouwing die hetzelfde kost natuurlijk veel meer toegevoegde waarde creëren in Amsterdam dan in een plaats als Hoorn. Ja, zeker. Daar ben ik het mee eens. En ik denk ook dat het komt doordat Amsterdam gewoon heel veel werkgelegenheid heeft. Dat is ook een van de redenen waarom mensen daar überhaupt willen wonen. Het simpele gezegde van mensen willen dicht bij het werk wonen. Nou, dat blijkt ook uit de praktijk. We gaan zo meteen ook naar jouw concreet naar jouw project in Amsterdam. Want volgens mij ga je die woningen die je hebt gesplitst. Je hebt drie woningen. Je hebt één woning, die heb je gesplitst. Daar heb je drie woningen van gemaakt. En die ga je zo meteen, als ik het goed heb begrepen, verhuren. Ja. Daar komen we zo op. Maar inderdaad, die bouwkosten. Volgens mij heb je ook een lokaal team meegenomen bij jou in de regio. Die heb je kunnen charteren voor jouw project in Amsterdam. Klopt. Misschien kunnen we daarmee beginnen. Want voor de mensen die het nog niet gezien hebben of nog niet ervan gehoord hebben. Je hebt zelf een splitsingsproject in Amsterdam. Op ons YouTube-kanaal hebben we al twee video's van jou waarin je dat toelicht. Waar we vooraf zijn geweest tijdens de verbouwing. En achteraf bij het eindresultaat. En ik moet zeggen, dat ziet er heel goed uit. Dankjewel. Ik was de laatste en dat heb je heel goed gedaan. Maar als we dat stap voor stap gaan afpellen. Hoe ben je überhaupt aan die deal gekomen? Tijdens het 1-op-1-traject hebben we verschillende deals bekeken. We hebben zowel heel veel op Funda bekeken als ook met de dealfinders. Nou, deze deal kwam dus inderdaad via een dealfinder. En uiteindelijk hebben we dus inderdaad die verschillende deals naast elkaar gelegd en een keuze gemaakt waarop te gaan bieden, zeg maar. En dat is dit geworden. Ja, want het spande er nog om. Je hebt uiteindelijk voor deze gekozen, maar er was ook een andere op Funda die je ook heel interessant vond. Klopt. Uiteindelijk, wat was de doorslaggevende factor voor juist deze deal? Deze deal was een tweelaags. Ja. Dus een benedenverdieping en een bovenverdieping. Dus dat is bij een splitsingsproject vaak wat makkelijker. Ja. Deze deal had al een hele verzorgde badkamer. Dus dat scheelt enorm in je bouwkosten. Ja. En deze deal was een VVE die redelijk mild leek te zijn. We hebben echt stukken doorgekeken van jaarvergaderingen en dat soort dingen. En bij twee andere aanbiedingen van Funda, die ik heel mooi vond, bleek dat er best binnen die VVE veel gedoe was tussen andere leden. Over angst voor Airbnb-gevallen en verhuur. Die waren daar heel erg negatief tegenover. Ja. Dus dat is iets wat meegenomen is in die keuze. Van ja, wil je dat daarin meenemen en dat je straks die discussies moet gaan voeren? Kijk, laten we het vooropstellen. Qua regelgeving kon het bij alle gevallen die we hebben bekeken. Hè? Dus er waren niet wettelijke gronden om het niet te mogen splitsen. Ja. Alleen ja, je gaat wel een hoop tegenwind krijgen van buren. Mensen die bezwaren gaan indienen. VVE's die dwars gaan liggen en zo. Uiteindelijk verwacht ik dat je dat ook wel weer kan overwinnen. Alleen ja, daardoor zou je wel vertraging kunnen oplopen. Waardoor je kosten natuurlijk stijgen. Ik bedoel, je bouwteam staat stil. Ja. Je hypotheekkosten blijven wel doorlopen tijdens die verbouwing. Dus dat zou een lastige situatie kunnen worden. Ja, nou, gelukkig is het bij jou, heeft het zich niet afgespeeld. Want je project helemaal geen bezwaren.
Je hebt gehandeld binnen de kaders van de wet. Je hebt al je vergunningen. De VVE was heel mild, om het even zo absoluut te noemen. Buren waren top. Helemaal geen issues gehad. Een paar hele kleine dingetjes over geluidsoverlast. Maar absoluut niet iets tegengewerkt of zo. Dat waren allemaal prima mensen inderdaad. Ja, gemeente heel erg meewerkend. Een paar keer mailtjes van denk aan rookmelders, denk aan dit. Maar verder absoluut geen negatieve dingen erover. Heel erg prettig werk. Ja, want je gaf net een hele goede tip. Stel dat mensen dus overwegen om binnen een appartementencomplex of binnen een pand met de VVE, om daar iets te gaan splitsen, is het belangrijk om te kijken naar de notulen van de VVE, van de vergaderingen. En als je de afgelopen twee notulen bekijkt, dan weet je al een beetje wat er speelt binnen die VVE. Wat mensen belangrijk vinden. Klopt. Of je te maken hebt met een activistische VVE die tegen beleggers is bijvoorbeeld. Maar dat speelde bij jou dus niet. Dus dat is heel goed gegaan. En als je kijkt naar de totale doorlooptijd van jouw verbouwing. Hoe lang heeft het geduurd van aankoop tot uiteindelijk nu sleuteloverdracht? Vanaf aankoop tot en met sleutel van de opbrengst. Van gewoon afronding van je project heeft een maand of 9 geduurd. Ja. Alleen, wij hebben de overdracht zoveel mogelijk naar voren proberen te pushen, of naar achteren juist te pushen, zodat we in de tussentijd die vergunningen konden aanvragen, de financiering konden doen. En je tekeningen kunnen voorbereiden. Ja. We zijn al tijdens dat die maanden ook al meerdere keren met partijen langs geweest om dingen in te meten en dat soort dingen. En toen had je de sleutel nog niet. Nee, precies. Dus die huidige bewoner werkte heel erg mee daarin. Het was heel prettig. Dus we konden een heleboel dingen al met die aannemers en verschillende aannemers benaderen en offertes vergelijken en dat soort dingen. Dus eigenlijk op het moment dat die sleuteloverdracht er was, toen konden we meteen starten met slopen en zo. Dat was heel prettig. Dus ja, dat is eigenlijk ook een tip voor mensen die ook zoiets doen. Als je op een gegeven moment tekent, probeer er dan in mee te nemen dat je dus die passeerdatum zo ver mogelijk opschuift, zodat jij zelf al wat wisselgeld qua tijd hebt om je plan voor te bereiden. En dat zijn natuurlijk maanden die je heel nuttig kunt besteden zonder dat je nog hypotheekkosten hoeft te betalen en dergelijke. Ja, maar dat scheelt heel erg. Hè? Want kijk, je moet het maar net treffen dat het kan. Dat bij de verkoper ook de ruimte is om je die tijd te gunnen. Ja. Maar in jouw geval kon dat. Ja. En in die tussentijd kon je inderdaad gewoon alle tijd nemen om je vergunningen en alles te regelen qua papierwerk. Zodat als jij de sleutel had, meteen kon beginnen met verbouwen. Klopt, daar heb je je bouwteam al helemaal staan. Je weet alle partijen in feite al die dat moeten gaan doen. Hè? Dus je hebt je elektricien, je hebt je aannemer, je hebt degene die het moet gaan slopen. Tot en met afval afvoeren. Alles hadden we in feite al in mijn Excel-lijstje staan. Ja, zeg maar. Dus dat was heel prettig. We konden meteen op die dag van die sleuteloverdracht meteen starten. Zeg maar. Ja, ja. Nou, toen heb je natuurlijk de verbouwing heb je uitgevoerd. Hoe ben je aan je bouwteam gekomen? En kun je iets vertellen over de bouwkosten? Want heel veel mensen hebben daar onzekerheden over. Klopt. Ik moet een aannemer regelen en de bouwkosten zijn gestegen, inflatie. Hoe ben je daarmee omgegaan? Oké, we hebben inderdaad verschillende aannemers vergeleken. We hebben inderdaad een aannemer vanuit het netwerk van Real Estate Masterclass benaderd. We hebben ook uit mijn eigen netwerk, uit Hoorn omgeving, aannemer gevraagd om een plan te maken. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen inderdaad om zoveel mogelijk mensen uit eigen netwerk te nemen, waar een stukje vertrouwensrelatie mee zit, waar andere relaties al een keer een verbouwing mee hebben gedaan. Om in ieder geval daar een soort verwachtingspatroon te kunnen creëren voor jezelf. Hè? Ja. Om die onzekerheid zo laag mogelijk te maken. Nou goed, we hebben zo duidelijk mogelijk een plan geprobeerd neer te zetten. Dat geeft natuurlijk wel eens wat discussie. Maar goed, oké, dat is gezond, laat het zo zeggen. En gaandeweg het project heb ik geprobeerd om een balans te vinden tussen dat het enerzijds niet mij te veel tijd gaat kosten. Hè? Want ik vind wel dat de aannemer in principe gewoon de bouwbegeleiding moet doen. Ja. Maar wel dat ik bij alle stappen erg betrokken ben gebleven. Dus we hadden op elke donderdag een vast overlegmoment gecreëerd met alle noodzakelijke partijen. Dus ook op locatie? Op locatie, okay, donderdagmiddag met die aannemer en eventueel andere noodzakelijke partijen om bepaalde dingen van loodgieterswerk, elektrawerk, stukwerk, noem maar allemaal dingen door te nemen. Dus heel erg afgekaderd een vast tijdmoment. Dus dat je niet daar tussendoor steeds over hoeft te schakelen. En tussentijds ging ik of een andere vriend waarmee ik het samen het contact mee onderhielde, dat we buiten die donderdag nog een keer gingen kijken, zeg maar. Ja, ja. Op een ander moment. Inderdaad, kijken hoe ver we in het project zaten. En op die donderdag gingen we ook elke week gewoon de facturen doornemen. Ja. De materialen doornemen, de planning doornemen. Zodat we inderdaad die harde datum van eind december klaar konden halen. Ja, ja, ja. Nou, je noemt, want je bent een ondernemer, een druk bezette man, ICT, je hebt heel veel opdrachten.
Hoeveel tijd ben je er per week aan kwijt geweest? Want heel veel mensen hebben vaak het idee van, oh ja, dat kost heel veel tijd. Hoeveel tijd was jij kwijt? Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk is dat bij elkaar misschien één dagdeel. Omdat je het zo efficiënt probeert in te regelen. Als je natuurlijk gewoon afspreekt dat je op een vast tijdstip in de week daar een overleg van een uur, anderhalf uur in hebt. Ja, dan kost het niet zo heel erg veel tijd. Ja. En als die aannemer dat dan ook weet en dat dan eventueel onderaannemers of andere partijen die noodzakelijk zijn om bepaalde beslissingen te nemen, daarbij aanwezig zijn. Ja, dan kan je natuurlijk in een uur, anderhalf uur heel erg veel doen. En dan, ja, dan zul je los van dat tijdstip door de week nog een aantal keren wat andere dingen moeten doen. Wat onderhandelen over materialen of wat keuzes maken en dat soort dingen. Maar ja, opgeteld is dit niet iets waar je elke dag mee bezig hoeft te zijn dan. Ja, dat valt heel erg mee. Dat is me echt heel erg meegevallen. Ja, nee, dat vertel ik de mensen ook. Maar het is goed om het nu vanuit een ervaringsdeskundige ook mee te krijgen. Ja, ja. Oké, en op een gegeven moment heb je ook een keuze gemaakt. Dat de aannemers gingen een vergelijking doen. En scheelde dat heel veel qua prijs tussen die aannemers? En kun je iets vertellen ook over de totale bouwkosten van je project? Daar zaten wel verschillen tussen. Alleen, dat is niet het enige waar we op gestuurd hebben. We hebben ook wel gestuurd op wat voor soort kwaliteit van materialen hij kon uitleggen. Hoeveel projecten hij daarnaast nog deed. Hè? Want ik wilde wel een aannemer hebben die gefocust was op mijn project. Ja. En niet dat hij allerlei onderaannemers aan het werk zet en zelf niet echt de hele week op die bouw aanwezig is. Dat vond ik wel een belangrijk argument. Dus en die prijsverschillen die waren ook soms wel wat lastig te vergelijken, moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, kijk, ja, er worden bepaalde posten in zo'n voorstel opgenomen. Ja, en een vloer, ja, wat voor soort kwaliteit PVC is dit, wat voor soort dit, weet je. Dus dat is soms wel lastig, omdat daar moet je wel behoorlijk op doorvragen om die spiegel te kunnen maken, zeg maar. Het is natuurlijk best wel een breed project met heel veel losse onderdelen erin. En daar kun je bepaalde keuzes in maken. En wat we uiteindelijk zelf hebben gedaan, is gewoon een aantal afspraken gemaakt. Dus we hebben gewoon op een gegeven moment gezegd, oké, je mag in overleg met ons bepaalde materialen inkopen. Maar we willen bijvoorbeeld dat er maximaal 10% marge op zit. Ja. Maak het transparant voor ons. Dan geef je het vertrouwen. Maar we willen wel een inkoopnota zien. En we gunnen je een klein beetje marge, omdat je zelf natuurlijk ook wat gedoe eraan hebt, maar we willen niet de hoofdprijs betalen, zeg maar. Dus het moet wel reëel zijn, zeg maar. Dus op die manier hebben we daar een balans in gevonden, zeg maar. Dat is een goede tip die je geeft, inderdaad. Dat je de aannemer ook selecteert op kijken hoe druk heeft hij het. Want als hij 10 projecten daarnaast heeft, inderdaad, en hij heeft geen persoonlijke betrokkenheid en hij heeft heel veel onderaannemers, kan het wellicht de kwaliteit van jouw project benadelen. Maar daar heb jij dus een goede selectie op gemaakt. En kun je wellicht ook iets vertellen over, weet jij toevallig de vierkante meterprijs van jouw verbouwing? Of de totale bouwsom? Dat mensen een idee hebben van, oké, je hebt 3 woningen gecreëerd. Wat kost dat dan? Of welke vierkante meterprijs heb je dan? Die verbouwing, die zat, hangt er een klein beetje vanaf wat je er allemaal nog in meeneemt qua inrichting en dat soort dingen. Die verbouw zat ongeveer op €125.000. Ja. Ten opzichte van die vierkante meter ben je dan ongeveer €1.000 per vierkante meter kwijt. Ja. Daar zaten nog een aantal inrichting dingetjes niet bij inbegrepen. Maar bijvoorbeeld wel met verduurzaming. Het is misschien goed sowieso om vast te stellen. Is dat jij €1.000 de vierkante meter voor betonbouw. Want het was relatief nieuw. Ja, klopt. Dat het op zich vrij laag is. Eigenlijk onder de gemiddelde vierkante meterprijs van een betonbouwverbouwing. Ja. Dus dat heb je goed gedaan. Daarnaast geef je aan dat je ook verduurzaamd hebt. Ja, klopt. Je hebt er volgens mij met warmtepompen gewerkt. Kun je daar misschien iets over toelichten? Over het belang van verduurzaming van jouw project. En hoe je het eigenlijk relatief goedkoop heb gedaan voor 3 warmtepompen. Ja, nou ja, dat relatief goedkoop komt natuurlijk door goed te kijken wat je gaat nemen. En daar had ik gelukkig ook een hele goede relatie in mijn eigen netwerk voor. Dus dat ten eerste. Waarom ik dat heb gedaan is, we wilden heel graag naar energielabel A. Ja. Omdat het heel belangrijk is voor je punten. Dus we moesten eigenlijk ook wel verduurzamen.
Ja, in zo'n flat zonnepanelen was natuurlijk ook een mooie oplossing geweest, goedkoper geweest. Alleen dat gaat niet. Dan moet je die VVE meekrijgen. En dat werd me door allerlei partijen rondom al uitgelegd, dat dat een gigantische klus is, vrijwel onmogelijk. Omdat je met een gemeenschappelijk dak en dat soort dingen zit. Dus dat ga je niet krijgen. Dus dan zou je die panelen al op het balkon moeten leggen of zo. Ja. Terwijl dat juist een mooi selling point is van je project. Dus daarom moesten we iets anders. Nou, een warmtepomp was dan een mooi alternatief. Ook omdat als je natuurlijk kadastraal wil splitsen, je sowieso natuurlijk al je verwarming moet gaan splitsen. Dus je hebt sowieso al iets van een nieuwe cv-achtige installatie nodig. Ja, goed, ja, en dat bij elkaar opgeteld heb ik gekozen om dan maar gelijk bij die twee appartementen van het gas af te gaan. En inderdaad met warmtepompen te gaan werken en de luchtverwarming en zo. Ja. Nee, dat is prima, want je hebt dus inderdaad energielabel A. Dus je bent met die woning in de vrije sector gekomen. Ja. Ook wat iets wat heel goed is. Als je kijkt naar je verbouwing ook. Je geeft aan, oké, je hebt het best goed gedaan met je verbouwing. Welk kwaliteitsniveau streeft hij je na? Want wie is je doelgroep eigenlijk? Ja, dat is op zich wel grappig. De doelgroep is kennismigranten. Dus mensen die voor een jaar of iets langer of iets korter naar Nederland komen om meestal voor tech of voor finance een baan te nemen. Buitenlandse mensen dus. Die dus op zoek zijn naar een kleinschalige woonruimte. Het liefst zo dicht mogelijk bij dat werk. En dat werk is Amsterdam zelf natuurlijk. Dus dat willen ze dan inderdaad binnen de stad hebben. Die gaan niet naar Hoorn of Purmerend of zo. En die willen een zo compleet mogelijk ingerichte woning hebben. Dus eigenlijk letterlijk aankomen, kleren ophangen, de boodschappen in de koelkast en starten, zeg maar. Ja, daar zijn deze gesplitste woningen natuurlijk ideaal voor. Dus je hebt relatief kleine woningen, maar je werkt ze wel heel netjes af. Ja. Waardoor inderdaad een soort hotelkamergevoel ontstaat met een aantal extra faciliteiten, zoals een wasmachine en dat soort dingen. Dus ja, daar denk ik dat we daar een mooie oplossing voor hebben geboden, zeg maar. Ja. Nee, zeker. Ja. Ik heb het zelf gezien en wellicht mensen die ons kanaal volgen hebben ook de video's gezien. Het eindresultaat mag er zijn. Alles is zelfstandig, alle voorzieningen, dus eigen badkamers, eigen toiletten. En misschien daar nog een vraag over. Was het een uitdaging om ook jouw nutsvoorzieningen uiteindelijk te splitsen? Dus je weet je, elektra, water. Dat gaf een paar uitdagingen. uiteraard het liander. We moesten sowieso al de stroomvoorzieningen wat opwaarderen. Dat gaf zowel een aantal technische uitdagingen als de planning van Liander. Dat hoor ik natuurlijk bij andere mensen die ermee bezig zijn ook. Ja, wat ik daarvoor als tip zou kunnen geven is dat het helpt als je er zelf achteraan blijft bellen. Ja. Kijk, als je natuurlijk alleen maar gaat afwachten op een reactie wat je krijgt als je mijnaansluiting.nl invult. Ja, dan kan het lang duren. Ja. Maar wat ik uiteindelijk, belde ik een paar keer op een gegeven moment. Toen kreeg ik gewoon iemand aan de lijn. Zei van, ik heb eigenlijk ook morgen nog wel iemand beschikbaar voor een schaal. Ja, dus, dan gaat het in één keer veel sneller. In plaats van dat je dan datums krijgt die maanden in de toekomst liggen. Daarnaast had ik wel een lastige uitdaging. En dat ging om dat mijn meterkast, de centrale meterkast, op een gemeenschappelijke plek in die flat zat. Ja. En dat kon Liander niet aanpassen zonder de VVE. Dus ik moest toen zelf dingen creëren om een nieuwe mantelbuis naar mijn appartement te krijgen. Dat gaf wel veel gedoe, maar nogmaals. Dat heb ik eerder ook gezegd. Elk probleem wat je tegenkomt, daar zijn weer oplossingen voor. En dat is denk ik ook jouw eigen toegevoegde waarde. En daar moet je ook voor openstaan. Je kunt als je creatief nadenkt en schouders eronder. Voor elk ding wat je tegenkomt wel weer een mooie oplossing vinden om verder te kunnen. Ja. Ik heb niks in dat traject meegemaakt. Waar je op blijft steken, zeg maar. Ja, nee, dat is goed te horen, maar dat ligt misschien ook aan jouw aard. Je bent ondernemer, maar daarnaast ook ICT'er. En ICT'ers staan erom bekend dat ze problemen goed kunnen oplossen. Ja, dat is ons werk. Hè. Wij worden vaak pas ingeschakeld op het moment dat er een probleem is. Dus ook voor iemand die geen ICT'er is dit te doen. Nee, zeker. Ja. Dus. Want als je kijkt naar de Jacco-Komijn voorafgaand aan het traject en nu aan het einde, nu ben je klaar. Ja. Wat zijn dan, als je nu de balans opmaakt? Dat waren nog steeds dezelfde persoon. Alleen, wat waren de grootste uitdagingen voor jou dan? En, voor het traject? Ja, voor het traject.
ik heb niet echt één ding waarvan ik zeg van dat is een enorme uitdaging. Nogmaals, ik had vooraf ongeveer 30 stappen genoteerd die ik nodig had om tot een splitsingsproject te komen. Ja, en er waren hier en daar problemen en daar zijn weer oplossingen voor gevonden. Ja, om een klein voorbeeldje te geven. Ik had op een gegeven moment een bieding gedaan en toen moest er getaxeerd worden. En de taxatie viel een beetje tegen. Ja. Had ik iets meer van verwacht op basis van referentieprojecten. Ja, dat zijn wel dingetjes waar die ik in de volgende keer anders zou doen. En dat is misschien ook een tip naar andere cursisten of andere mensen die met vastgoed bezig zijn. Ja, benader je taxateur voordat je een bieding doet. En vraag of hij of zij alvast wil kijken, mee wil kijken naar het project wat je voor ogen hebt. En misschien al een indicatie kan geven voor je. Zodat je op het moment dat je dan straks dat pand hebt, een klein beetje de marge weet waarin je taxatie gaat uitvallen, zeg maar. Ja, nee, dat is een hele goede tip. Zeker, betrek de taxateur voorafgaand, zo vroeg mogelijk. Want dan heb je een goede indicatie van de waarde. En die heeft weer invloed op de financiering. En vooral ook omdat vastgoed tegenwoordig meer data gedreven is. Je kunt heel veel referentieobjecten kun je gewoon online vinden. En daar een bepaalde vierkante meterprijs, zodat je ook een dossier kan bouwen richting een taxateur van hey, ik zie op basis van 5 referenties bijvoorbeeld, zie ik een bepaalde vierkante meterprijs. Precies, dus inderdaad op het moment dat je inderdaad die taxatie hebt en je bent er niet helemaal mee eens, dan kun je nog wel in gesprek inderdaad. Ja. En wat je zelf zegt, dat is inderdaad wat we ook hebben gedaan. En dat is ook een goede tip voor andere mensen. Je kan natuurlijk kijken op websites als Waterliving. Ja. Wat doen vergelijkbare appartementen in die buurt? Ja. En spiegel die naast je eigen object en ja, probeer daarmee een stukje onderbouwing te geven waarom je denkt dat een hogere taxatieprijs mogelijk moet zijn. Ja, zeker. Ook kijkend naar afwerkingsniveau. En dat je wel, ik noem het even appels met appels vergelijkt. Want kijk, een taxatie blijft natuurlijk ook een opinie. Het is niet de waarheid. Maar probeer zo objectief mogelijk te blijven en kijken naar vierkante meterprijs. En dingen ook echt inhoudelijk onderbouwen. Zodat je ook een inhoudelijk gesprek met de taxateur kan voeren. Want anders blijft het maar van ja, ik vind dit, ik vind dat. Maar probeer het te onderbouwen. Maar dat hebben wij dus ook gedaan. En uiteindelijk inderdaad, dat viel in het begin wat tegen. Maar ja, je bent nu klaar en gaat het nu verhuren. Dus zometeen krijg je de daadwerkelijke huurwaardes. En dan kun je ook het eventueel hertaxeren met de waarde van nu. Ook kijken naar de marktontwikkelingen in de tussentijd. En dan kun je kijken wat de waarde nu is in verhuurde staat. Maar dat is een stap die zometeen volgt. Ja, ik denk dat je gewoon een goed project te pakken hebt gehad. Je hebt 3 woningen, die heb je nu toegevoegd aan de woningvoorraad. Dus dat was succesvol. En als je nu verder kijkt naar jouw toekomst in het vastgoed, naar aanleiding van dit project. Kijk je al naar een volgend project? Of heb je juist zoiets van, nou, ik wacht nog maar even en kijk het aan? Nee. Heel graag. Ik zou heel graag een nieuw project willen doen. Dus daar ben ik zeker mee bezig. Ik heb eigenlijk het hele bouwteam al klaarstaan. Die staan in startblokken. Ik bedoel, we weten nu precies wat er allemaal nodig is op het gebied van vergunning, op het gebied van die verbouw, op het gebied van die nutsvoorzieningen. Al die stappen die zijn inzichtelijk. En alles wat ik alles heb ik natuurlijk al een keer gedaan. En hier en daar zijn natuurlijk wel wat verbeterpunten. Nou, die neem ik mee voor een toekomstig project. Dus daar ben ik zeker mee bezig. En het is nu zoeken naar die financiële middelen om inderdaad een nieuw project mogelijk te maken. Dus dat is nu de uitdaging. Ja, ik ben blij dat te horen natuurlijk. Want er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden. Je gaf eerder aan van, je hebt ook in crypto geïnvesteerd destijds. Klopt. Nou, dat ben je uitgestapt. Ja. Maar blij dat het toch vastgoed blijft. Want je hebt niet zoiets van, ik ga bijvoorbeeld in aandelen. Het blijft voor jou vastgoed de komende tijd. Ja, absoluut. Ja, klopt. Tuurlijk zijn er op het gebied van die regels dingen waar je mee rekening moet houden. Daar zul je continu scherp op moeten zijn. Maar ik geloof er ook in dat als je creatief nadenkt en rekening houdt met die regels en dat er wegen zijn. Ja. Het blijft een beetje, het hebben we al vaker gezegd, een soort kat-en-muisspel. Ik bedoel, er worden dingen beperkt. Aan de andere kant zijn er ook weer juist daardoor weer meer mogelijkheden. Op het moment dat er minder vraag is naar bepaalde appartementen, dan zal de aankoopprijs ook minder hard stijgen. Dus er zijn ook voordelen van bepaalde regels. Dus ja. Ja, en kijk het naar, want je benoemt dus de regels, de veranderingen in de markt. Ja. En kijk het überhaupt naar de marktomstandigheden. Ja. Zie jij die als gunstig of ongunstig? En welke kansen zie je nu voor jezelf de komende tijd, het komende jaar bijvoorbeeld, 2024? We staan aan het begin van 2024. Ja,
Kijk, die regels op zich vind ik niet in het voordeel van de markt. En zeker niet in het voordeel van huurders. Dus waarom die regels zijn gemaakt en hoe die zijn gemaakt, daar kan ik me niet in vinden. Anderzijds zie ik genoeg kansen om ook binnen die regels splitsen en transformeren projecten te doen inderdaad. Ja, dus al zou je het niet kunnen verhuren, zou je er ook nog voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld één of meerdere van die nieuwe appartementen te koop aan te bieden. Dus ook daar zijn natuurlijk mogelijkheden. Kijk, als je natuurlijk bijvoorbeeld nu een appartement zou vinden van 140 vierkante meter en je splitst hem in 70, 35, 35, dan zijn die 35 vierkante meter appartementen niet geschikt om in de vrije sector te gaan verhuren in de toekomst. Maar je zou bijvoorbeeld wel ervoor kunnen kiezen om die twee kleine dan te koop aan te bieden en die 70 vierkante meter als nieuw huurpand aan te bieden. Kijk, er zijn altijd creatieve oplossingen volgens mij. Ik maak me daar niet te veel zorgen over. Ja, want ik ben het daar helemaal mee eens. Want kijk, het mooie van het splitsen en het transformeren is dat je kunt je exit scenario, zoals het zo mooi heet, die kun je afstemmen op de marktomstandigheden. Stel dus de wet betaalbare huur, als het allemaal wel doorgaat en je woningen komen bijvoorbeeld niet meer in de vrije sector terecht, kun je er altijd voor kiezen om ze te verkopen. En dat maakt jou, ik noem het even het hybride model, dat houdt jou flexibel om toch projecten te blijven aanpakken om te kijken van ga ik die verhuren, ga ik die verkopen? En als je verkoopt kun je natuurlijk een bepaalde winstmarge behalen, maar zo kun je vermogen vergroten en daarmee weer een nieuw project aangaan. Ook dat noemde jij net ook, by the way, je noemde het over financiële middelen. Ja. Misschien wel goed om even terug te komen op jouw project. Hoe heb je het nu gefinancierd, zeg maar, je project, en hoe kijk jij naar de financiële situatie voor jouw toekomstige projecten? Ik heb nu een stuk eigen geld ingebracht. En daarnaast uiteraard een hypotheek. Dat is nu nog een overbruggingshypotheek. En ik zal hem daarna dus herfinancieren. Dus dat is even afwachten hoeveel ik dan gefinancierd krijg. En hoeveel eigen geld ik er dan uit zou kunnen krijgen. Ja, een andere mogelijkheid is om een nieuw project met OPM te doen. Dus met een partner. Dus iemand anders die een stukje eigen geld in wil brengen. En ik ben bereid om mijn kennis te delen, omdat ik al die stappen natuurlijk nu al een keer heb gedaan en het bouwteam in de startblokken heb staan. En op die manier een partnership, een nieuw project aan te doen. Dus daar sta ik erg voor open. Ja, ook daarin blijf je flexibel. En ik denk ook dat de tijd dat jij de financiering aanging voor dit project, dat we hogere rentes hadden. Klopt. En dat de rentes aan het stijgen waren. Nu zitten we in een markt waar de rentes juist aan het dalen zijn. Klopt. Ja. Diverse banken, als je kijkt naar de hypotheekrente, die heeft al een aantal stappen teruggezet. Vastgoedbanken, die hebben ook een aantal renteverlagingen doorgevoerd. En als je kijkt naar de ECB, voorlopig hebben ze steeds een rentepauze doorgevoerd. Ook als je kijkt naar de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, die kondigt ook renteverlagingen aan in verband met de economie en de verkiezingen die daar spelen. Dus het ziet er gunstig uit. En dalende rentes hebben natuurlijk invloed op de koopkracht van kopers. Ook als je kijkt naar de verwachtingen van alle grootbanken, die verwachten dit jaar een stijging van de huizenprijzen. Sommigen zeggen tussen de 2% en 4%. Er zijn een aantal partijen die zelf zeggen richting de 10%. En het komt ook als je kijkt naar de afgelopen 6 maanden. Kijk naar het CBS-cijfer, dus echt de data, de feiten. Die hebben dus ook 6 maanden op rij, maand op maand, een stijging gezien. Dus die 8 à 10%, dat is misschien niet eens zomaar uit de lucht gegrepen. Maar ook daarin met jou, voor jouw toekomst, kan het zomaar zijn dat je straks weer heel veel competitie hebt, heel veel concurrentie van particuliere bieders. En dat juist de prijzen weer omhoog gaan. Dat klopt. Aan de andere kant, kijk, de soort appartementen waar ik me op richt, dus dat zijn de wat grotere appartementen binnen Amsterdam, 120 vierkante meter plus. Die zijn niet zo heel erg interessant voor particulieren om te kopen, omdat die in een prijsklasse zitten. Dat particulieren ook andere opties hebben om ruimer te kunnen wonen. Die woningen zijn relatief duur voor een normale gezin situatie. En ze zijn zeker te duur voor een starter. Ja. Daar komt ook nog bij dat je vaak te maken hebt met redelijk VVE-kosten. Zeker als er een recente lift of zo in zo'n pand zit. Dus dan heb je ook nog een paar honderd euro VVE-kosten. Dus die panden, daar is toch niet zo heel erg veel vraag naar vergeleken andere panden hier in Amsterdam. Dus ik verwacht dat je die panden ook in de toekomst nog wel
kunt aankopen zonder extreem te moeten overbieden, hoor. Ja, ja, ja. Nee, dus je hebt ook een hele goede niche te pakken, inderdaad. Die dus niet interessant is voor de particulier en voor de belegger. Of te duur, of ze zien de optie niet. Of ze durven de stap niet te zetten. Dus je hebt een niche die ook ondanks deze verwachte stijging toch nog interessant blijft voor jou. Maar ik denk wel dat het nu de tijd is om voor die verwachte stijging, om juist nu je slag te slaan. En nu juist een geschikt project te vinden. Dat zou heel mooi zijn als het nu nog in de komende half jaar een nieuw pand zou kunnen vinden en het ook gefinancierd zou kunnen krijgen. Dan zou ik het zeker heel graag willen doen. Ja, klopt. Ja. Ja. En misschien nog een afsluitende vraag, want je project is nu af. Nou, je gaat dus, je bent eigenlijk al stiekem aan het kijken naar een volgend project. Laatste stap is nog de herfinanciering. Ja. Ben je er al mee bezig? Ben je aan het oriënteren? Heb je al contacten met banken? Ja, klopt. Ik inderdaad dat op dit moment uitstaan. Alleen, ik wil nog heel eventjes wachten. Precies wat je net zegt. Die rentes die zijn over de top heen. Dus ik verwacht dat de komende maanden nog iets zal dalen. Dus wat dat betreft wil ik daar nog heel eventjes mee op mijn handen blijven zitten. Totdat ik waarschijnlijk nog een iets beter aanbod zou kunnen krijgen voor een iets lagere rente. Ja. Nou, Jacco, voor nu wil ik je hartelijk danken voor je bijdrage. Het feit dat je inzage hebt gegeven in je project. We zijn 2 keer bij jou langs geweest op locatie. Heb je ons alles verteld over hoe je dat project gesplitst hebt en hoe je het tot een succes hebt gemaakt. Nou, dat heb je goed gedaan. Gefeliciteerd. Nogmaals dank. En we kijken uit naar jouw volgende project. Heel graag gedaan. Dank voor je uitnodiging. Nou, voor nu wil ik jullie hartelijk danken voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Wil je meer zien van de Real Estate Masterclass? Blijf onze social media kanalen volgen en blijf subscriben. Tot snel.